In essentie is het zo dat ik 12 jaar lang dit werk doe. Dat het gewoon heel, hele intensieve periode is geweest. Waar ik dag en nacht eigenlijk bij wijze van spreken voor het team heb gewerkt. Met elkaar hebben we dat gedaan. Maar met hoogtepunten, dieptepunten. Maar het levert veel op, maar het kost ook veel. En ik begon deze winter af en toe te merken dat ik dacht van ja, kan ik dit nog jaren blijven doen? Wil ik dit nog jaren blijven doen of wat is het precies? En ik merkte gewoon dat de energie soms wat minder werd en dat ik nieuwsgierig begon te worden naar om het nog een keer ook op een andere plek te kunnen doen. En op een andere plek iets op te bouwen met talentvolle mensen, maar in een sport die ik niet ken, met een organisatie die ik niet ken. En dat heeft me uiteindelijk doen besluiten om deze prachtige ploeg te verlaten. Waar ik het meest trots op ben, ik kreeg net een heel mooi berichtje van Merel, onze performance chef. En die zei eigenlijk van ja, je bent sportief directeur, maar je levelt met het hele team en je bent voor iedereen benaderbaar. En dat vind ik het allermooiste. De mensen van deze ploeg, waar we staan nu, de betrokkenheid van iedereen. We hebben heel veel gewonnen, maar dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Ja, voor mij is nu ook, ik ga er nog meer van genieten, want ja, voetballers gaan niet op hoofdstage. En ik ben over een paar weken op Sierra Nevada en daar heb ik nog steeds enorm veel plezier in. En ik ga gewoon echt tot de allerlaatste snik alles geven. Ik ben nu nog sportief directeur en vanaf 1 oktober ben ik bovenal supporter en fan. Deze ploeg is echt, zit heel dicht, heel diep in mijn hart en dat zal altijd zo blijven.